Juni is bij uitstek de maand waarin je alle hagen knipt die in de tuin zijn. Of ze nou bladverliezend zijn of bladhoudend. In dit geval de Prunus laurus rasus, de laurier. Je kunt zien dat hij al behoorlijk schot heeft gemaakt. Knip hem terug, komt hij vanzelf weer mooier terug. Want en hij gaat zich vertakken, wordt ook steeds dichter. Maar het geldt niet alleen voor de laurier. Ook de coniferen, in dit geval een stuk oude coniferhaag, een Leilandi. Knip terug, maar ga niet helemaal tot in het kale gedeelte, want dan groeit hij niet meer terug. Hè? Hou hem gedekt, zoals je dat noemt. Ik zei al, het geldt ook voor de bladverliezende hagen. Je hebt natuurlijk de esdoornhagen, je hebt de ligusterhagen en de beukenhagen. Nou is dit een behoorlijk zware jongen die enorme scheuten maakt alweer. Dit is van dit jaar, hè? Dat is niet te geloven. Deze knip je ook weer lekker zo streng mogelijk terug. Maar ga ook niet in dat kale knippen. Hè? Want kijk, dat ziet er dan de hele zomer niet uit. Als je zo'n beukenhagen als dit, die wel 3-4 meter breed is, ooit een keertje wil versmallen, dan kan dat wel. Maar dan moet je dat tijdens de wintermaanden doen. Komen we vanzelf een keer op terug. Dus hier kan ongeveer een halve meter tot een meter vanaf. Blijft die gedekt en dan gaat die weer meer vertakken. Wordt alleen maar mooier. Dus hoe vaker jij gaat knippen, des te meer die gaat vertakken. Want waar je een tak knipt, heb ik wel eens uitgelegd, daar loopt die weer uit. Daar ik gaat ga er een t-shirt van maken. Waar je knipt, loopt die uit. Dat zou misschien... Nou, en dat meer van dat soort tuinwijsheden. We kunnen eigen lijn beginnen. Ja, als Joling het kan, kunnen wij het ook. Hè? Zo is het. Maar in ieder geval... Meer knippen en denk niet dat je dat maar 2 keer hoeft te doen. Want als jij het 4 keer per jaar wil knippen, ga je gang. Des te meer, des te mooier. Dus juni maand, hagenknipmaand.